Dames en heren, we gaan verder. En we kijken allereerst eens even in hoeverre u vragen heeft over hetgeen u gehoord heeft. Of juist wat u had willen horen, wat u nog mist. Ik loop dan naar u toe met de microfoon. Voor de verstaanbaarheid van ons allemaal. En spelen we de vraag door. Ik zie daar een vraag. Wat zeg je? Oh. Maar hij doet het. Ja, hij doet het. Ja. Hartelijk dank voor uw imposante verhaal overigens. Wat u duidelijk maakt, maar zonder hoogvaardig te willen zijn. Eigenlijk had ik het al eerder wel eens bedacht. De mensen hebben altijd een verhaal rondom onsterfelijkheid. Hè? Ik ken daar ook al wel meer. Hiram Abif is ook zo'n verhaal uit Egypte. Of zoals je wil, uit de Joodse traditie. Maar mij prangt de vraag, waarom moeten wij altijd verhalen verzinnen over onze eigen onsterfelijkheid? Wij leven in de hemel later eeuwig door. Is het zo verschrikkelijk om dood te gaan en dan is het klaar en af en uit? Wat beweegt ons in alle tijden, in alle culturen, om iets van onze eigen onsterfelijkheid te verzinnen? Is dat iets wat met hubris te maken heeft, waar de Grieken het over hebben? Heeft u daar een eigen antwoord op? Ja, verschillende antwoorden. Ten eerste, ik denk dat mensen in de oudheid de dood anders zagen dan wij tegenwoordig. De dood was voor hun niet het einde van het leven. En in Sumerië leefden de doden onder de vloer van de woning. En de levenden hadden voortdurend contact met hun voorouders. En die werden ook gevoed, die kregen dagelijks een offer, een drankoffer. Dus dat werd ook op de grond uitgegoten. En ze spraken ook voortdurend met hun ouders. Dus dood was niet het einde van het leven. Maar de Sumeriërs hadden wel een heel somber beeld over de dood. En dat weten we onder andere uit het Gilgamesh-epos. Want Enkidu, die daalt af in de onderwereld en die komt dan terug met een uitermate sombere beschrijving over die onderwereld. Dat mensen eigenlijk in van modder leven en als ze geen nabestaanden hebben die offers brengen, dat ze dan tot in de eeuwigheid de dagen daar verkommeren. En ik denk dat wij nog steeds moeite hebben om onze eigen dood voor te stellen. Dat kunnen we eigenlijk niet. Mensen hebben altijd toch het idee, ja, dat is een raadsel waar wij gewoon met ons verstand niet bij kunnen, dat wij straks dood zijn. Je raakt er ook nooit lekker over uitgedacht. Hè? Ik bedoel, je kan straffeloos doordenken, want je weet het toch niet precies. Maar het is wel iets wat iedereen bezighoudt. Ik neem aan dat een Sumeriër, ook al dacht hij dat het doorging, toch geen zin had om dood te gaan. Hoor. Ja, nee, dat een grote angst. Een van de eerste wensen aan de God is dat ze een lang leven mogen leiden. Dat is het eerste wat ze vragen. Geef een lang leven. Je zei, en dat is in dit verband heel mooi, dat wil je dat ik het voorlees? Ja, nee, zeg maar. Sorry, ik kan niet zo goed voorlezen. Wat ga ik voorlezen? Het hele Gilgamesh-epos. Misschien ga ik het dan. Goed zo. Maar ik kan niet zo goed voorlezen. Het hele Gilgamesh-epos gaat over die vraag. De goede vriend van Gilgamesh, Enkidu, die sterft. De goden beslissen dat hij moet sterven. Inderdaad, hij is te ver gegaan. Hij heeft de goden beledigd. Dus dan sterft de goede vriend, de hartsvriend van Enkidu, van Gilgamesh. Enkidu. En Gilgamesh wil het eeuwige leven. Dat was zijn grote verlangen. En hij gaat dan op zoek naar het eeuwige leven. En daar komt hij dan ook die Utnapishtim tegen. Want de held van de zondvloed, die heeft het eeuwige leven van de goden gekregen uit dankbaarheid. Dus Gilgamesh wil graag van Utnapishtim horen hoe dat is. En die geeft hem dan ook een plantje. En hij zegt, nou ja, allerlei testen krijgt Gilgamesh voorgelegd. Onder andere een plant. En dat is het levenskruid. Als je dat eet, ben je onsterfelijk. Maar die domme Gilgamesh laat de slang dat plantje opeten. Dus daarom hebben de slangen het eeuwige leven en de mens niet. En uiteindelijk wordt in het Gilgamesh-epos een prachtige levensles gegeven. Het hier en nu is belangrijk. Zorg dat je vrouw gelukkig is.
Zorg dat je je kinderen goed grootbrengt en probeer het in je leven zelf... Hele belangrijke les. Zorg dat je vrouw gelukkig is. Staat er. Zorg dat je vrouw gelukkig is in je armen. Ja. Oké. Okay, zorg dat ze geniet van je omhelzing. Ik zal mijn best doen. Ja, vond ik heel aardig. Maar dan, Utnapishtim heeft dan de volgende les. En die ga ik dan proberen mooi voor te lezen. Toen de goden de mens schiepen, hebben zij de dood als zijn lot vastgesteld. Jij, dat is Gilgamesh, Utnapishtim spreekt, jij spande je zozeer in. En wat heb jij bereikt? Met al jouw inspanningen heb jij slechts jezelf uitgeput. Jouw vlees is verstorven door zorgen. Zo breng jij het einde van jouw dagen dichterbij. Een mensenleven wordt immer afgebroken als een rietstengel in het rietveld. Een knappe jongen en het mooie meisje beminnen elkaar een ogenblik en de dood rukt hen weg. Niemand ziet de dood. Niemand ziet het gelaat van de dood. Niemand hoort de stem van de dood, de vrede dood die de mensen meer neermaait. Bouwen wij soms huizen voor eeuwig? Zegelen wij contracten voor eeuwig? Verdelen de erven de nalatenschap voor eeuwig? Duren rechtszaken eeuwig? Wassen de rivieren eeuwig? Een libelle zweeft over het water. Haar aanschijn weerspiegelt even de zon. En dan is er plotseling niets meer. De slapende en de doden, hoe lijken zij op elkaar? Maar nog nooit werd het beeld van de dood getekend. Nog nooit heeft een dode de mensen gegroet. De Anunnaki, de grote goden, hielden ooit een beraad. Maar Metum, de moedergodin, die de lotsbestemmingen uitvaardigt, besliste met hen het lot. Leven en dood stelde zij vast. Maar het ogenblik van de dood deelde zij niet mee. Nou, dat voorlezen ging heel best. Ik raakte ontroerd. Ja, dat is ook niet zo raar. En dat is wel grappig, want die ontroering, die overspant dus meer dan 4000 jaar. Hè? Dat is toch ongelooflijk? Ja, dus 4000 jaar geleden geschreven. Dat is ongelooflijk, ja. Ja. Nou, dit over een vrolijk onderwerp, de dood. Zullen we kijken of er nog andere vrolijke of minder vrolijke onderwerpen? Er is daar, geloof ik, iemand achter je die... sorry. Eerst meneer hier. Een aanvulling en een vraag. Er werd straks gevraagd naar het uitzonderlijke van Inanna, die haar aanbidders recht in de ogen kijkt. Dat heeft een associatie met dat wij het enige dier zijn, en zelfs het enige zoogdier ter wereld, met ooglid. Oogwit. Ja, ik weet het. Ja. En dat is geassocieerd met intimiteit. Je kunt alleen maar contact maken met een ander, en in dit geval ook met de godheid, als je hem of haar recht in de ogen kijkt. Ja, klopt. Ja. Daar heeft dat mee te maken. Oké, dank u wel voor deze antwoord. En een vraag. Oh ja, een vraag. In uw verhaal en in het boek nergens tegen wat de invloed van psychoactieve planten en paddenstoelen is geweest op de ontwikkeling van dit soort godsdiensten, oergodsdiensten, wereldgodsdiensten. En u brengt het ook niet verder Europa in dan dat u Stonehenge noemt. Maar mag ik, want we hebben hier van tevoren in de pauze ook al met elkaar over gesproken, dat het onderwerp wat u aansnijdt een enorm veelomvattend onderwerp is. Maar ik heb een hele gerichte... Oké, dank u wel. Niet het hele onderwerp. Oké, prima. Bent u bekend met de cultuur van Ndour Tassili in Algerije en Selva Pascuala in Spanje? Nee. Nooit. Dan zou ik u aanraden om zich daar eens in te verdiepen. Want daar is een heleboel ontdekt. En Selva Pascuala is pas een ontdekking van een paar jaar geleden, wat veel verder teruggaat en een veel grotere impact heeft op het ontstaan van onze godsdiensten dan bijvoorbeeld van Stonehenge bekend is. Oké, meneer Keizer, dank u wel voor het is een misschien een volgende vraag. Mevrouw hier. Oh, vraag. Dat vind je vast wel goed, Maarten. Oh, sorry. Meer dan 10 jaar geleden heb ik in Aleppo een aanzichtkaart gekocht. Een wat gekocht? Een aanzichtkaart, een afbeelding waar een god
waar een godin op stond. Ja. Helaas heb ik die weggestuurd, maar ik moet er nu heel erg aan denken. Het is een prachtige, lange... De Syrische godin, mijn volgende boek gaat daarover. En uit haar schoot kwam water. Ja. En ik dacht, misschien is dat Inanna of iemand anders, dat weet u vast wel. Nou, uit haar schoot water weet ik niet, maar er is... Stromen water kwamen. Ik vind het zo jammer dat ik die kaart niet meer heb, maar het is weg. Nou, de grote Syrische godin is Astarte en zij is inderdaad een opvolger van Ishtar. Die namen lijken ook heel erg veel op elkaar. En zij werd enorm vereerd in Syrië, dus daar zijn grote tempels voor haar gebouwd. En daar zijn ook een paar mythes over verschenen. Maar je hebt ook een regengodin. En vooral in het noorden, in het regengebied, hebben we op rolzegels ook een regengodin ontdekt, die natuurlijk voor vruchtbare regen zorgde. Dus ik kan me die afbeelding heel goed voorstellen. En ook heel veel afbeeldingen van diezelfde godin met slangen, dat ze twee slangen vasthoudt. Net als in Kreta, die godin in Kreta. Dus de slang als symbool van de vruchtbaarheid. Alsnog. Dankjewel. Voor u hier kwam, en dat doe ik wel vaker, heb ik natuurlijk wat gegoogeld naar wat er zo omheen te weten viel. En ook al, en er is al over gesproken, in deze tijd, wanneer juist in die streken dingen kapot worden geslagen, vraag je je af hoe daar vandaag de dag over wordt gedacht. En tot mijn verbazing, natuurlijk in veel lichtere mate, stuitte ik op een site waarin vanuit, ik denk, orthodox-christelijke hoek uw boek op de korrel werd genomen. Ja. En omdat het boek op de korrel werd genomen en dus de associaties die u legde, waar u het ook over hebt gehad, in feite werden afgedaan als, klets. Hè, en het was dan ook kennelijk voldoende voor de schrijver daarvan. En ik zag dat hij heel vaak ook was opgeroepen, dus er zijn kennelijk veel mensen die dat lezen, om één stukje Ezechiël in de tekst op te nemen en te zeggen, nou dan zie je het wel, dus laat het maar. Wat vindt u daarvan? Kunt u dat van dat Ezechiël even toelichten? Dat Ezechiël, er staat een stukje in de Bijbel dat Ezechiël zegt, schande spreekt, dat vrouwen nog steeds huilen, wenen om de Muzi. Die zitten daar bij de tempel en zij huilen om de dood van Dumuzi. En dat is natuurlijk een ontzettend belangrijke, interessante passage. Want daaruit blijkt dat in die tijd nog steeds vrouwen, en het waren eigenlijk bijna altijd vrouwen, huilden om de dood van Dumuzi. En dat waren hele oude rituelen, het ritueel van het grote wenen. Dus en die, onder aanvoering van godin Ishtar werd er geweend om de dood van Dumuzi. Dus het hele dorp trok naar de buitendistricten om waarschijnlijk als Venus aan de hemel stond, om de hele nacht te gaan wenen met de godin over de dood van Dumuzi. En die klaagzangen over de vernietiging van steden zijn waarschijnlijk op hetzelfde manier geschreven als die rituelen van het grote wenen. Dus dat gaat maar, oh godin, wat veel verdriet moet u gehad hebben om de dood van Dumuzi. Oh, wat erg, om de dood van Dumuzi. Nou, dat ging de hele nacht door, in trance. Dat moet een geweldig gebeurtenis geweest zijn. Wat voor mensen toch waarschijnlijk troost bood. Wat mij nog niet duidelijk is hoor, maar misschien heb ik het niet goed begrepen, is hoe dat stuk van Ezechiël functioneerde in dat orthodoxe stuk. Wat was de redenering nou van Ezechiël van deze passage in verband met haar boek? Ja, hij is aan hoor. Ja. Ik proefde daaruit, uit de reactie van degene die dat schreef, die zei, je hoeft Ezechiël maar te bekijken en dan zie je dat al die oude verhalen daar niks mee te maken hebben. Dus vergeet ze maar. Terwijl je juist hieruit het omgekeerde zou concluderen. Dit is het woord dat Els opricht. Ja, ja. Dat heeft niks te maken met wat zich daarvoor heeft afgespeeld. Van een ongelofelijke kortzichtigheid die we nu bij de islam opnieuw vinden bij het kapotslaan van de spullen die daar nog stonden. Ja. Die parallel trok. Ja, ik snap het. Ja, ja. Ja? Hoeveel goden waren er bij de Sumeriërs? Is dat altijd een gelijk aantal geweest? Er zijn 3000 geteld.
En dat is nog lang niet alles. Er waren overal goden, vooral in het begin vooral vrouwelijke godinnen. Dus dat zie je ook gebeuren. Geboortegodinnen, nou, er zijn er een stuk of 10. Nin, Mag, Nin, Goersaka, Nintoet, de vrouwen van de geboortehut. Allemaal godinnen die betrokken waren bij de geboorte van een kind. Dus dat waren er zo al een stuk of 12. En veel meer. En je had overal een godin van het bier brouwen, een godin van de olijfboom. Nou, dat was dan Inanna. Voor alles en nog wat had je goden. Ja, absoluut. Die 12 feeën, dat is dat verhaal. Wat was dat ook alweer? Oh, ik heb zo slecht geheugen. Dat verhaal van die 12 feeën is ook een heel oude mythologie. Dat er 13 godinnen zijn bij de geboorte, maar wat was het ook alweer? Nou ja, komt inderdaad voor, ja. Door een roosje? Nee. Door een roosje, de slaaf van de prins, ja, maar waar die 12 feeën... Volgens mij, dat waren er maar 3. Vanavond schiet het me te binnen, maar... Als u nu allemaal het telefoonnummer achterlaat, ja. Ik kan ze vanavond nog even bellen. Ja. Zijn er nog andere vragen? Ja? Ik wilde graag nog iets vragen over het spijkerschrift. Ja. U heeft daar heel veel over gesproken. Maar wat heeft nou gemaakt dat ontcijferd kon worden? Dat heb ik toch niet helemaal goed begrepen. Nee, dat klopt. Want ik begon te vertellen over die grote rots bij Bizot toen. En dat nu ook weer een conflictbron is. Maar de steen van Rosetta voor het spijkerschrift was die rots van Bizot toen. En dat is een rots in Iran. En op die rots vertelt koning Kyros, de Perzische koning, hoe hij zijn vijand heeft verslagen. En dat verhaal kennen we ook uit de Griekse geschiedenis. En dat verhaal is opgetekend in de 6e eeuw voor Christus ongeveer. En dat verhaal is in het Oud-Persisch, in het Grieks en in het Oud-Persisch-Grieks en in het Elamitisch, geloof ik, geschreven. In ieder geval, het Oud-Persisch vormde toen de sleutel. Dat was wel in spijkerschrift geschreven, maar doordat het ook in het Grieks was geschreven en men kende het Oud-Persisch, kon men daarmee het is in het Akkadisch geschreven, dat werd toen ook gesproken, had men de sleutel voor het Akkadisch. En het Akkadisch is een Semitische taal, dus dat was nog lang geen Sumerische taal, maar doordat het Akkadisch, die hadden toen in het derde met koning Sargon Sumerië veroverd. En de Sumerische cultuur was veel hoger dan de Akkadische. Dus die Akkadische koningen hebben gewoon die Sumerische cultuur overgenomen. Dus die schrijvers moesten Sumerisch leren. Dus we hebben heel veel kleitabletjes gevonden met Akkadische teksten met Sumerische vertalingen. Oh, yes. Dus vanaf het moment dat we het Akkadisch een beetje konden lezen, konden we ook stapje, heel voorzichtig, eindelijk die Sumerische tekens begrijpen. Want de spijkerschrifttekens zelf bleken wel veel overeen te komen. En die Sumerische taal, is dat geen Semitische taal? Sumerisch is een weestaal. Dus we weten niet waar het Sumerisch vandaan komt. En in theorie is dat het een Creoolse taal zou zijn. Dus een taal die ontstaan is door al die volken die daar... Door ontmoeting van verschillende... Ja. Want het is een taal die eigenlijk nergens mee verwant is. Ja, misschien met het Dravidisch een beetje, maar... Dat is, ja. Ja. Ik zie nog een vraag. Alsjeblieft. Ja, ik vind het leuk dat het gesprek nu hierop uitkomt. Tijdens de pauze hebben we natuurlijk ook gesproken. En, een van de dingen die mij bezighoudt, ook een beetje vanuit de studie... lang geleden inmiddels, is het zoeken naar de oertaal. Hè? Er moet ergens een oertaal geweest zijn. En u bent een beetje op zoek naar de oermythe. Hè? Dus, al die mythes en de verhalen hebben met elkaar te maken. En ergens is er natuurlijk ook een keer een taal ontstaan. Heeft u enig idee waar nou de bron ligt, waar het oerverhaal is ontstaan? Nou, dat heb ik niet zelf, maar ik heb daar prachtige boeken over gelezen van Michael Witsel en Wim van Binsbergen.
Dat zijn enorme talenkenners, die kennen een stuk of 20 talen en mythes. En die zijn zo langzamerhand, is onze kennis zo groot geworden, dat we daar overeenkomsten in hebben kunnen vinden. En ook van al die zoveel duizenden talen over die wereld, zijn enorme grote taalfamilies samengesteld. En er zijn nu zelfs ideeën dat het allemaal terug te herleiden is tot de taal die ooit in Afrika werd gesproken door de eerste mensen die daar woonden en toen langzamerhand out of Africa zijn gegaan en hun eigen taal hebben meegenomen. Dus de idee is van die enorme interessante boeken die daarover zijn geschreven, dat ook die mythes, onder andere de zondvloed, is een van die mythes die waarschijnlijk in Afrika zijn ontstaan. Als de mens in Afrika is ontstaan, dan is de taal er ook ontstaan. Dat is... Ja, maar dat het dezelfde taal is die waarschijnlijk ook te herleiden is. Dus ze kunnen die enorme taalfamilies, ja, kunnen ze daartoe herleiden. Dus dat is enorm, enorm interessant. Ik vind dat het woord water is waarschijnlijk in alle talen hetzelfde. Aqua, dat A en die W, aqua, water. Dat is en tik, dijk, numi. Dus met taalhistorici die vinden al gauw trouwens dat woorden hetzelfde zijn. Hè? Dat water, ja, en aqua is op hetzelfde. Oh, ja. De lo. Ik zie nog een opgestoken hand. Misschien tot slot. Misschien even kort. Dat is precies wat ik bedoelde met Algerije en Selva Pascuala in Spanje. Daar is de taalontwikkeling van mensen vanuit Afrika bij de oversteek naar Gibraltar op gang gekomen. En dat is gebeurd onder invloed van hallucinogene paddenstoelen. Kijk eens aan. Ja. Ja. Nou, dit was een mooie toegift, zou ik zeggen. Als ik voor mezelf spreek, dames en heren, en ik kijk naar de sprekers van vanmiddag, dan heb ik het gevoel dat het prettige zondagochtendgevoel wat ik altijd heb bij OVT, of ik dan een taart bak, of ik zit in bad, dat via een hele lange reis door de verre oudheid een soort van eindeloze dag is geworden. En die heel veel aanknopingspunten biedt voor taal, voor geschiedenis, maar ook voor alle geloven die over elkaar heen buitelen en dat waarschijnlijk tot een lengte van jaren ook helaas nog wel zullen blijven doen. Ik heb het ervaren als een hele, hele fijne middag. Ook een middag om nog heel veel op door te borduren. Al of niet met het boek of door na de oorlogen die er nu heersen alsnog het gebied te bezoeken. En ik wil jullie beiden heel hartelijk danken voor deze middag. U bedankt. Jullie ook bedankt.